Leuk dat je kijkt naar Boekenboys. Vandaag gaan we het hebben over Nat. Het boek is geschreven door Mirjam Maus, uitgebracht in 2005. Het boek Nat gaat over een avontuurlijke jongen, zoals de titel van het boek al verraadt, Nat. Nat is een jongen die heel slecht tegen onrecht kan. Zo redt hij bijvoorbeeld een keer het meisje Sheila uit de handen van een paar jongens die haar lopen te treiteren. Nat is ook een jongen die verliefd is. Verliefd is op hetzelfde meisje dat hij net zojuist heeft gered van de jongens. Dus en dat speelt ook een grote rol in het boek. Voor de rest is er nog iets bijzonders aan de hand in het boek. Namelijk de vermissing van Dien's moeder. Nat's moeder is vermist. Op een gegeven moment ergens in het boek is er een passage waarin een meisje vertelt dat zij de moeder van Nat heeft gezien. Nou, Nat schrikt natuurlijk enorm. En wat er volgt ga ik niet verklappen, maar het krijgt een spannende wending. Nou, waarom vond ik het boek leuk? Het boek is spannend, er gebeuren veel dingen achter elkaar. En daarom leest het ook wel lekker makkelijk weg. Zeker voor middelbare schoolleerlingen denk ik dat het heel veel herkenbare situaties oplevert ook. Waardoor het gewoon leuk is om te lezen, lekker snel en makkelijk weglezen. Het is niet al te dik. En daarom vond ik het een leuk boek. Waarom vond ik het boek af en toe iets minder? Ik denk dat het voor de wat oudere leerling, ik denk vanaf in klas 2, 3, dat het boek af en toe wat kinderachtig oogt en wat kinderachtig leest. Wat zou ik dan uiteindelijk voor cijfer geven, gelet op de doelgroep? Ik denk dat ik dan toch uitkom op een 6,5. Het is een aardig boek, ik vond het niet heel goed, maar toch wel leuk om weg te lezen. Nou, speciaal voor jullie ga ik nog een stukje voorlezen. Een kleine passage uit het boek. Komt het. Aan het eind van de middag lopen ze naar het veld waar de caravan van Sheila staat. Nou ja, Nat loopt. Sheila komt nauwelijks vooruit. Nat, ze legt haar hand op zijn arm. Morgen gaan we weg. Het is alsof hij een stomp in zijn maag krijgt. Weg, ze knikt. En de ouders moeten maandag weer werken. Zijn keel wordt dik van de tranen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je nog wat meer dingen weten over het boek? Klik dan op het linkje hieronder en dan wensen we je veel leesplezier. Tot de volgende keer!